Rustig aan maar rijden. Niet te hard. Sint is weer aangekomen in de beeld. Een beetje knecht, want we zitten allemaal even recht. Zo, goedemorgen. We zijn hier bij het gemeentehuis van de beeld, gemeente de beeld. Want het is hier een enorme drukte aan het worden en ik weet wel waarom, want Sinterklaas gaat zo meteen hier komen. En normaal zou die ontvangen worden door de burgemeester natuurlijk, maar die kon op het laatste moment niet. Dus loco-burgemeester Hans Miras gaat zo dadelijk Sinterklaas ontvangen, maar hij is er nog niet. Dus we hebben nog even tijd om wat vragen aan de kinderen te gaan stellen. Heb jij Sinterklaas al gezien? Nee. Nee. En weet jij van welke kant hij eigenlijk gaat komen? Ja. Waar dan? Als je daar achter gaat naartoe, dan, dan komt die bus zo langs die straat. U bent er maar even bij gaan zitten. Ik dacht het wel, ja. Ja, ja, het is een lange dag, hè? Ja, zeker. U moet nog heel lang natuurlijk. Beetje blazen ook, hè? Ja. Maar, een beetje noten lezen hier. Noten lezen? Oh, kom maar eens kijken. Oh, kom maar eens kijken. Wat ik in mijn schoentje heb. Alles gekregen. Dus u doet het, van wie krijgt u het? Van de Sint. Van de Sint? Ja. Klopt, ja. 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 U doet het dus niet allemaal uit uw hoofd, maar u heeft gewoon hier... Ik spiek een beetje, ja. Ik spiek een beetje. Gaat alles goed met de reis hier naartoe? We hopen het. Ja, ik heb ze nog niet gezien, maar dat zal toch wel goed komen. Ja, ja. En dan over 10 minuutjes ongeveer moet hij hier zijn, hè? Ja, ik denk al wel eerder. Okay. Maar het is een beetje spannend, want op sommige plekken zijn de weg opengebroken. Dus we hopen dat ze het allemaal op tijd kunnen vinden. Precies, ja. Ja. Maar ik denk dat het wel goed komt. Wat zie jij er prachtig uit vandaag, zeg. Ja, ik vind dat ook. Ja. Hé, hey, nou mag ik straks Sinterklaas een paar vragen stellen, maar weet jij misschien een goede vraag voor mij die ik aan Sinterklaas kan stellen? Ja. Wat dan bijvoorbeeld? Hij kan het vinden als wij hem. Sinterklaas, ik vind je lief. Oh, je wilt hem wat vertellen dat je hem lief vindt? Ja hoor. Ik zie Sinterklaas aankomen rijden. Nou, het ziet er weer prachtig uit vandaag en Sint ziet er ook goed uit, zeg. Rustig aan maar rijden. Niet te hard. Sint is weer aangekomen in de beeld. Zitten daar nou alle cadeaus in? Nou, die hebben we al stiekem ergens neergezet. Oh, dat is op een geheime plek. Ja, geheime plek, ja. Oh ja. Dit is natuurlijk het snoepgoed. Dit is het snoepgoed voor de kinderen. Wat een mooie dag vandaag, zeg. Het is weer prachtig weer. Ja. En we mogen weer blij zijn dat we hier mogen zijn. Ja. We vinden dat zo fijn. Ja. Ja. En wat vindt u nou, u heeft natuurlijk verschillende werkzaamheden. Pakjes inpakken, vervoeren door de schoorsteen. Wat vindt u nou het leukste van het werk? Nu, als ik alle kindjes zie en die dan blij zijn, dat vind ik het allerleukste. Ja. Ik heb wat kindervragen verzameld hier weer. Kun je nog heel snel even stellen. Eén kind vroeg mij, vindt u het niet te druk? Nee, nee, ik vind het nooit te druk. Nee. En vooral als kinderen heel lekker zingen en mooi zingen, dan geniet ik. Ah, geweldig. En een ander kind vroeg nog van, hoe komt u nou aan zo'n lange baard? Dat is gewoon een kwestie van volhouden. Volhouden? Ja, ja. Dat gaat jou ook nog wel lukken, jongen. Oké, laatste vraagje nog. Hoe oud bent u? Heel oud. Ik ben gewoon de tel kwijtgeraakt. Ja. Maar dat maakt niet zoveel uit, want je voelt je zo oud als dat je bent. Of je bent zo oud als dat je je voelt. Dat weet niet meer precies, maar dat maakt niet zoveel uit. Dat is een mooi antwoord, Sinterklaas. Bedankt voor uw tijd en een hele fijne dag nog vandaag in de beeld. Ja, jullie ook een hele fijne dag. Dank u. Daar gaat Sinterklaas met de Pieten. Dag Sinterklaas. Tot ziens. Nou... Dat was Sinterklaas hier bij het gemeentehuis. Zo direct gaat hij naar de Hessenweg waar Wendy hem zal opwachten. Het wordt nog een hele mooie dag waarbij er heel veel handen geschud gaan worden.
Wij staan hier op het balkon in het hart van Bilthoven om op Sinterklaas te wachten. Er zijn wel al een heleboel Pieten, maar de Sint hebben we nog niet gezien. Uit Spanje weer aan, hij brengt ons... Juffrouw Stippel, heb je al stippelzwarte Pieten gezien? Nee, ik heb helemaal nog geen stippelzwarte Pieten gezien. Maar die zijn er vast hoor, denk het wel. Hallo Sinterklaas! Oh, wat ziet hij er weer prachtig uit zeg. En al die mooie muziekpieten van een feestje. Hoppa, hoppa, yes, yes. Heb je een tekening gemaakt voor Sinterklaas? En wat stond er op je tekening? Amerika en Sinterklaas. Ik heb net een spelletje met de pieten gespeeld. Dat je pepernoten gooit en dan doe je het in zijn mond. En dat heb ik één keer gedaan. En dan kwam het één keer in mijn mond. En toen heb ik het één keer gegooid naar de andere piet en dan kwam het er ook in. Sinterklaas, een heel hartelijk welkom. Zie de maan schijnt door de ramen. Ik ben zo benieuwd wat er in het grote boek staat over alle kinderen van Bilthoven. Ja, dat is ambtsgeheim, hè? Ik mag dat weten en een paar pieten mogen dat weten. Maar verder is dat heel geheim. Ook ouders mogen niet alles weten wat de kinderen doen. Oké, en u weet wel echt alles wat ze doen? Alles, ook van jou. Oh jee, Sinterklaas. Ik hoop dat het niet te vermoeiend is voor u. Dit is nooit te vermoeiend. Ik krijg zoveel energie van al die kinderen en die prachtige liederen die worden gezongen. Al die blije gezichten. Nee, dit is helemaal niet vermoeiend. Dit is echt genieten. Een fijne dag, Sinterklaas, en tot ziens. Dankjewel, dankjewel. Zijn het lieve kinderen in Bilthoven? Het zijn hele lieve kinderen en er zijn ook hele mooie pieten. Ja, ik zie het. Kan je er even bij komen? Ben jij door de schoorsteen gekomen? Nee. En hoe kom jij dan zo zwart? Van de smink. Oké, van de smink. Heb jij al wat lekkers gekregen? Ja. En wat was het voor lekkers? Pepernoten. Ja, erg gezellig. Niet te grootschalig, maar één groot feest voor de kindertjes. En allemaal bekende voor ze, dus echt super gezellig. En u heeft zelf ook een zwarte Pietje bij u, zie ik. Dit is Zwarte Wouter. En hij heeft er heel veel zin in vandaag. Gaat Zwarte Wouter vanavond zijn schoen zetten? Ja. Heb je hem al een keer gezet? Ja. En wat zat er toen in? Een discobal. Oh, een discobal. Wat is een discobal precies? Een bal met allemaal lichtjes voor op je kamer. En daar kun je op dansen, maar je kunt hem ook lekker gebruiken als je gaat slapen. Hoe lang heb je hier op geoefend? Hier heb ik wel jaren op geoefend. En doe je dat alleen met van die kegels of doe je dat ook met cadeautjes? We doen het ook wel eens met cadeautjes, maar dat vindt Sinterklaas nooit zo'n goed idee. Als kinderen dit willen leren, heb je dan nog een tip voor ze? Heel veel oefenen en begin gewoon met 1. En dan met 2. En dan met 3. En dan met 4, 5, 6. En dan ga je... Hoe ver wil je gaan, Piet? Dat mag je zelf weten. Ik heb begrepen dat jullie Sinterklaas 's ochtends wakker trommelen. Ja, dat is wel waar. Hè? Hij houdt niet zo van de wekker. Nee, en hij zet hem altijd uit als hij aangaat. Ben jij een prachtige Piet? Dank u wel. Dat zie je niet zo vaak, een Piet in een jurkje. Nee, ik dacht, we doen weer eens wat anders dit jaar. Heel leuk. En je hebt ook je ogen heel mooi opgemaakt, Piet. Ja, als we dan toch een meisjespiet zijn, dan moet het wel, hè.